Het lijkt erop dat we Glennis Grace de komende tijd weer veel vaker voorbij gaan zien komen in de showrubrieken. De zangeres is er zo'n 9 maanden na haar wangedrag in de Jumbo namelijk weer aan toe om lekker naar buiten te treden. Zo gaf ze onlangs ook al acte de présence op het premièrefeestje van Tino Martin, net als Lil Kleine. De mensen kunnen er maar beter aan wennen, waarschuwt Glennis in de privé. De laatste tijd ga ik er weer vaker op uit. Het heeft geen nut om je op te sluiten. Momenteel probeer ik mezelf weer een beetje te herpakken. Dat is de ene keer makkelijker dan de andere keer, zegt de zangeres. Is Glennis er bang voor dat iedereen haar na gaat staren waar ze komt? Er zal nu meer naar mij gekeken worden, maar op zich heb ik dat altijd wel gehad. En mensen hebben ook altijd een mening. Glennis vreest dat ze sommige mensen toch niet meer zal kunnen overtuigen. Dat zal helaas nooit veranderen, hoe goed mijn bedoelingen ook zijn. Dat is ook niet erg, want voor mij is het gewoon belangrijk dat ik mijn normale leven weer kan leiden. Na een lange periode mag dat ook wel weer een keer. Ze vervolgt, veel steun heb ik aan mijn vrienden zoals April, die zijn erg belangrijk. Daar kan ik goed mee praten en dat is fijn. Ze laat alles weer in perspectief zien. Dat was ik even kwijt. Wat deed Glennis eigenlijk op dat feestje van Tino? Ik ken Tino natuurlijk van de Soundmix Show waarin we samen hebben gezeten. En we hebben ooit de single Zonder Jou opgenomen. Hij is een heerlijke vent om mee te mogen werken. Als een rode draad lopen we door elkaars leven.